redelijk verrassend dat Dan Jansen toch de Japanners tot nu toe voorblijft. Maar hier komt de volgende. Yukinori Miyabe, de jongere broer van de man die we zojuist solo zagen rijden. De verrassende bronzen medaillewinnaar op de 1000 meter van Albertville. En dit is Vadim Zhakshabayev uit Kazachstan. Rijdend namens het CIS, zoals het hier staat, Commonwealth van Independent States. Het gemenebest van onafhankelijke staten. De houder van het wereldrecord junioren op de 500 meter, deze Vadim Zhakshabayev. Hij is 20, maar vorig jaar was hij nog junior. Kijk eens naar die ongelooflijk vinnige start van Miyabe. Zhakshabayev gaat prachtig mee, 10.07 voor de Japaner. Om 10.10 voor de man uit Kazachstan. Yukinori Miyabe moet het vooral van de 1000 meter hebben, meer dan van de 500 in ieder geval. En zal Zhakshabayev toch langzij zien komen, denk ik. Daar is de Rus. Nou, Rus mag je niet zeggen. De man uit Kazachstan, die inderdaad afgetekend de ritzegen binnenhaalt. En dat doet in 38.37. Voorlopig de vierde tijd. 38.55 voor de jongste Miyabe is voorlopig de vijfde tijd. Want wij verwachten op het ijs Igor Zelesovski. Viervoudig wereldkampioen sprint. De laatste keer in 91, vorig jaar dus. Toen hij beide 1000 meters won. En één keer tweede en één keer derde op de 500 meters was. Hij won geen medaille, Zelesovski in Albertville. 4 jaar geleden nog wel. Toen had hij in Calgary brons op de 1000 meter. Maar toch waren zijn prestaties in Albertville van die aard dat hij voor een klassementswedstrijd als dit WK Sprint nu eenmaal is, hoog dient te worden aangeslagen.